heb de Heilige Geest ontvangen en wie weet komt hij ook wel tot jou. Ik word er bang van ook, van de Heilige Geest. Tot hij bij mij ook binnentreedt of zoiets staat. In Dordrecht woont Esther. Ze is getrouwd met haar jeugdliefde Glenn. Ze zijn bewust kinderloos en hebben een hondje. Glenn is na 11 jaar huwelijk nog steeds stapelgek op haar. Glenn is producer en maakt housemuziek, maar met Esther maakt hij muziek met een religieus tintje. Want het geloof staat bij Esther op nummer 1. Eigenlijk, naast dat ik aan het werk ben, ben ik daar alleen maar mee bezig. Dit is Mandy's glitterpaleis. Ze is sinds haar 13e al bij haar buurjongen Rocky en hebben inmiddels 3 kinderen. De ras Utrechtse verhuisde 5 jaar geleden van de stad naar het gereformeerde Maartensdijk. Hier staat niet het geloof op nummer 1, maar de kinderen. Mandy kreeg haar eerste op 16-jarige leeftijd. Niet per ongeluk, maar heel bewust. Ik heb gewoon expres mijn pil niet geslikt. Toen kwam de liefdesbaby, de eerste eigenlijk, kleine Rocky. Deze 2 totaal verschillende stellen gaan vandaag de ruil aan. En Esther heeft haar eigen missie. Als ze God nog niet kennen, dan zou ik over God gaan spreken. Dat het geloof iets heel moois kan zijn. Dat Mandy straks in een gelovig huis zal logeren lijkt niet tot daardoor te dringen. Pray. Maar ik zou niet weten, ik kan niet zo goed Engels, dus ik weet niet wat het betekent. In Maartensdijk voelt Esther de bui al hangen. Ze wordt opeens moeder. Ja, leuk hoor. Een gezin met 3 kinderen, ik wist het. Ja, deze mensen zijn gelovig. Doopverklaringen. Nee, ik heb niks met het geloof, nee. Nee. Totaal niet. De huisregels. Hoi nieuwe vrouw, welkom in mijn glitterpaleisje. Nou, dat is het zeker. Morgenochtend sta ik om 7 uur op en neem dan uitgebreid de tijd om te bidden. Nou ja, ik zal nooit bidden of iets. Zo type ben ik gewoon niet. Ik heb de Heilige Geest ontvangen en wie weet komt hij ook wel tot jou. Ik word er bang van ook, van de Heilige Geest. Tot hij bij mij ook binnentreedt of zoiets staat. Ik kan niet koken. Ik kan niet koken. We gaan vaak uit eten. Een hamburger of naar de Chinees. Hallo. Hoi. Hoi. Hi. Hi. Ik ben Rocky, welkom. Esther. Kan je hallo zeggen tegen de mevrouw? Tegen Esther? Hoi. Dit was de tweede. Hoi, DJ. Hoi. Dit is de oudste. Rocky. Vinden jullie het spannend? Ja, niet? Jawel. Ja, toch? Hallo. Hi, Mandy. Glenn. Hoe is het? Goed, met jou? Goed? Ja, heel goed. Even nieuw, hè, allemaal. Ja. Juist die, met de gehaktbal. Lekker. En dan hebben we nog een toetje. Gewoon in de magnetron dan doen jullie dat. Ja. Is gewoon simpel. Maar dit heeft de groenteboer klaargemaakt. Ja. Hij zei net wel dat dat 35 euro kost, hè. Gewoon even een stampotje, 5 toetjes en 5 gehaktballen. Dat is best wel zonde, hè. Ik bedoel, een zak, hoe duur is een zak aardappels? 2 euro. Ja, ik weet niet hoe duur dat is. Dus toen dacht ik, oké. Ik wil eigenlijk kip, weet je, zeg maar op de barbecue gooien. Ja? En dan wil ik sajolodde erbij maken met een beetje rijst. Oké. Wat is sajolodde? Sajoer. 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 Sajoer lodde. Sajoer lodde. Lodde. Wat is dat dan? Dat is lekker. Ja, maar wat? Ja, groente. Ja, met groente. Oh, groente. Oké. Oeroeloek, bek of iets? Ik weet niet, hele moeilijke naam. Maar in ieder geval groenten met kippendijtjes. Het lijkt me wel heel lekker, dus ik ga het gewoon proberen te eten. Esther gaat je een heel mooi verhaal vertellen, oké? Nou, er waren heel veel prinsessen. En weet je wat er toen gebeurde? Ja. Nou, uiteindelijk zie je dat kasteel daar. Omdat ze niet meer de weg naar huis konden vinden, toen gingen ze daar wonen met z'n allen. En toen hadden ze een heel mooi leven daar in het kasteel. In Dordrecht moet Mandy volgens de regels van Esther de Bijbel gaan lezen. En daar is ze absoluut niet in thuis. Lees eerst bovenstaand geschrift en lees dan wat er in de envelop zit. Jesaja 53,1-12. Even kijken. Hij was veracht en de onwaardigste onderste mens een man van zwarten. En verzocht in de krankheid en een iegelijk was al verbergende het aangezicht voor hem. Zoals je misschien uit dit verhaal kunt halen, gaat het verhaal over iemand die zijn leven heeft gegeven. Door alles wat hem aangedaan is. Oeh, het is helemaal van gapen hoor. Ik vind het best leuk om eventjes moeder te mogen zijn. Maar vanaf nu gaan de televisies, tablets en spelcomputer een hele tijd uit. Ik wil graag plezier maken en geld uitgeven.
Dus we gaan naar de kermis in Tilburg. Nou, Glenn gaat naar de kermis. Ik wil alle afstandsbedieningen. Aha. En controllers. Allemaal. Er mag niks verstoppen. Zo, best wel veel hebben jullie hoor. Moet je nou kijken. Heb jij nog wat verstopt? Waar ligt die? Kom, ik heb hem op. Moet je nou kijken hoeveel afstandsbedieningen en controllers. Dat is toch niet normaal? Wow, oh, bijna. Ja, eigenlijk weet je dat het half nep is, maar ja, het is gewoon... Leuk, jij bent gewoon leuk. Ja. Kom. Nou, we gaan andere proberen, want deze is volgens mij afgesteld. Mandy blijft met geld strooien totdat ze beet heeft. Ja. Oh, ja, ja. Oh. Nou, cheers. Cheers. Op je grote knuffel dadelijk, hè? Die gaan winnen. Ja, ik zal er één winnen. Ik ga jullie toch wel stiekem een beetje missen, denk ik. Oké. Okay. Nou, wij ook wel, denk ik. Ik vind jou zeker een hele lief persoon. En ik denk wel dat je een plekje in de hemel verdient. Ja, denk ik wel. Kijk. Mama. Kijk eens voor jou, een kusje. Wat heb ik gemist? Ja. Was leuk? Ja. Kusje, mama. Ben ik blij dat ik Terrel heb gedaan? Jazeker, want het is echt een hele leuke ervaring wat ik mee heb gemaakt. Gewoon in andermans leven te staan. En ja, echt, dat blijft altijd gewoon in je geheugen bij. Gewoon echt, het was echt heel leuk.